daar gaan we! Wielerliefhebbers kijken er reikhalzend naar uit, naar de 100ste verjaardag van de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent. Die valt dit jaar toevallig samen met het afscheidsjaar van Ilio Keijse. De Gentse publiekslieveling is 39 en stopt met koersen. Maar niet vooraleer hij nog een laatste gooi doet naar winst in zijn Zesdaagse. Tussen 15 en 20 november krijgt hij met Jasper de Buist alvast een renner naast zich die het klappen van de zweep kent. Als ze erin slagen om te winnen, zal dat voor Keijse de 8e overwinning in Gent zijn. De tegenstanders worden later nog bekendgemaakt. Na de Zesdaagse kan Ilio nog een dag of drie uitrusten om daarna voor de allerlaatste keer op de fiets te springen voor Merci Ilio. Een totaal spektakel op 24 november in het Kuipke met koers van de bovenste plank. Keijse vormt een team Belgium met onder meer Hesters, De Buist en Vergaarde. Zij rijden tegen Team International met onder meer Ghana en Cavendish. Naast de sport zal er die avond ook veel randanimatie zijn. En een heuse afterparty zet een punt achter Ilio Keijse, zijn mooie carrière.